Ik ben Bob. En ik ben Mike. En welkom bij de laatste video van de behind the scenes van Medical College VR. Na het draaien laden we natuurlijk alle beelden in. Het zijn behoorlijk wat beelden. We schieten natuurlijk met de GoPro Omni. Dat zijn 6 camera's. Dus dat is heel veel footage. Na het inladen maken we een soort preview stitch. En een preview stitch is eigenlijk een lage resolutie stitch. Dat is eigenlijk een hele simpele stitch. En daarmee gaan we spotten. Daarmee gaan we editen ook daarna. Het stitch doen wij in het programma Autopano Video. Dat is een softwareprogramma van de Color. En als dat gestitcht is, dan renderen we dat uit. En die renders gaan terug naar Adobe Premiere. En daar gaan we het in editen. Want we editen in feite met plat beeld. Dat is gewoon een panorama. Waarbij de linker en de rechterkant aan elkaar matchen. Dus eigenlijk gewoon een sfeer. En als dat helemaal gedaan is en de edit is helemaal goed. Dan hebben we hem dus gelokt, noemen we dat. En dan gaan we de HQ stitches maken. Dan gaan we dus echt gewoon de stitch helemaal op en top maken. Helemaal fine-tunen. Het kan best een tijdrovend proces zijn, omdat je alle stitchlijnen weg wil werken. In ieder geval zo ver mogelijk van je focuspunt wil hebben. Nou, als dat helemaal gelukt is, zeg maar de goede stitch, dan ga je die in je edit replacen. En dan zijn de beelden in ieder geval goed. En dan komt natuurlijk uiteindelijk nog het hele proces van een normale video maken. Dus met audio en met de grading, dat soort dingen. Tijdens het editen wil je natuurlijk ook graag kijken hoe het beeld er straks uitziet voor de kijker. Dus daarvoor gebruiken we de Gear VR. Het enige ding is dat we daar wel een telefoon voor nodig hebben. Dat is namelijk het scherm van de bril. En daar zetten we continu de video's op als we aan het editen zijn. En dan kunnen we de preview bekijken, zoals uiteindelijk straks de kijker de video ook echt gaat zien. Nu heb je wel al natuurlijk de brillen van Oculus. Die werken sinds kort ook samen dus, met Premiere, Adobe. En daarmee kun je dus live die bril op je hoofd hebben terwijl je aan het editen bent, zodat je een hele realistische preview eigenlijk hebt van het eindresultaat. Nou ja, heel tof geworden. Je hebt echt het gevoel dat je daar ofwel in een klaslokaal zit of dat je daadwerkelijk door een monster aangevallen wordt. En wil je dit beleven? Ja, je moet echt zo'n bril opzetten. Je kan het ook op Facebook bekijken, maar zonder bril is het toch een heel andere ervaring. Hiermee merk je echt dat je er staat. Dus ga vooral de video's met zo'n bril op kijken. Ik denk dat het belangrijkste is. En een goede koptelefoon erbij en je zit er helemaal in. Nou, voor het Practoraat het Nieuwe Kijken was dit echt een ontzettend goed project om mee te starten. Vooral om te zien, organisatorisch, dat er toch best wel veel bij te kijken komt. Maar ook dat we heel goed kunnen samenwerken met oud-studenten, huidige studenten. Dus dat vooral bij virtual reality, wat ik er heel gaaf aan vind, is dat het is een nieuwe markt. En iedereen wil daar wel wat van leren. Dus iedereen is ook bereid om daar extra energie en tijd in te steken. En dat heeft voor dit iets heel gaafs opgeleverd. Dus we gaan hier zeker mee door. What's next for Eastbound? We zijn nu klaar met de video's voor het medeplezen. We hebben natuurlijk heel erg kunnen zien dat educatie en VR heel goed samengaan. Dus dat is echt wel een werkveld waar we meer willen induiken. En daarnaast vinden we de travel-industrie ook super interessant. We hebben daar van het begin af aan al een soort van voorliefde voor gehad. Ook bijvoorbeeld om inheemse locatie ergens te kunnen bekijken vanuit je luie stoel in Amsterdam. En daarnaast zijn we ook nog bezig met iets heel tofs, een korte film in VR uiteraard. Ik kan me helaas nog niet heel veel over vertellen, maar het wordt wel super gaaf. Ben je geïnteresseerd wat we allemaal aan het doen zijn of wat we gaan doen? Volg ons op social media onder de naam Eastbound.